De ringrijders rijden, ze rijden in galop. De ringrijders rijden en ze houden niet meer op. De ringrijders rijden, ze rijden in galop. De ringrijders rijden en ze houden niet meer op. Helemaal goed, helemaal goed. En ik ben ook goed in verstaan, ik ben een beetje zoogd en zo. En ik wil eigenlijk, Sophia, ik wil eigenlijk met jou beginnen. Leuk trouwens, dames en heren. Proficiat met jullie prijs. Leuk is het, hè? Ja. Daar zitten we dan. Ja. Sophia, ik begin met jou. Ja. Ik begin met jou. Het bloedwetten. Yes. Dat is je... Ja. Dat is je... Tweede, is het eerste boek of het tweede boek? Het is mijn eerste roman die is uitgegeven. Ja. Er is in 2008 is er een verhalenbundel uitgegeven. Maar daarna had ik het eigenlijk een beetje gehad met het schrijven. Want ik kwam niet waar ik wilde zijn. Ik had het al heel erg ambitieus geweest met wat ik met het schrijven en met alles wat ik doe wilde bereiken. Dus ik dacht van ik... Hou het even voor gezien, maar ja. En toen kwam bloedwetten. Maar ja, het bloed komt. Kun jij aan ons vertellen, Sophia, waar gaat bloedwetten eigenlijk over? Ja, ik hoor wel gelijkenissen met het boek van Tim. Want bij mij gaat het eigenlijk ook over het monster in de mens. En over hoe je trouw moet blijven aan je idealen als je het monster wordt waartegen je vecht. Ja. En dat overkomt dus de hoofdpersoon in bloedwetten. Hij is een volksvertegenwoordiger in een vergelijkbare wereld rond 1850. En hij jaagt eigenlijk via de politiek op een soort vampiers. Maar die hele vampierlegende heb ik helemaal overhoop gehaald. Daar gaan we het over hebben. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Die vampiers zijn verantwoordelijk, bij mij heten het gemaakten, die wordt gemaakt. Ja. Die zijn verantwoordelijk voor de dood van zijn vrouw. En hij heeft zoiets van, die moeten allemaal... Vraag. Vraag, lelijk en maar. Ja, Tim, ik zie overeenkomst. Vraag. Wat bij mij dus vooral de aanzet is tot het... dat hij in duistere kringen terechtkomt. En dan wordt hij dus voor het Lucifer-dilemma gesteld wat is. Hij hoort dat hij de nieuwe Lucifer op aarde is. En dan wordt hij dus voor het dilemma gesteld van... betekent dat ik een duivel word? En dat ik dus... inderdaad dat lot moet volgen dat het nu voor me ligt, of dat je dan nog wel enigszins manoeuvreringsruimte daarin hebt, ja. Om daar zelf iets mee te doen. Oh. Ja. Die is dat niet oké. Okay. en Sophia, maar Tim, we gaan zo uitgebreid op jou terug. En trouwens ook Sander, als je wilt ingrijpen in het verhaal, dat mag allemaal, want jullie zijn allemaal het... Maar goed, als je wilt ingrijpen. Dankjewel. Okay. En het leuke is, Sophia, jij hebt een trailer gemaakt van Bloedwetten. En dan gaan we nu even naar kijken. De tweede die jij gemaakt hebt, maar dat is ook zo heel bijzonder. Goed, Gijs, mag het licht een beetje uit? Dan gaan we kijken naar de trailer. Open uw ogen. Gemaakt leven is onder ons. Ze stelen ons bloed, onze kinderen, onze geliefden. Ik zal niet rusten voordat ze met wortel en tak zijn uitgeroeid. Als dat van mij een monster maakt, dat zij zo. Ik heb hun bloed vergoten naar naam van de wet en zal niet stoppen tot ze mij tegenhouden. Laat ze komen. Mijn dood is het sluitende bewijsstuk tegen hun soort. De kroon op mijn bed. Maar de haat van gemaakt bloed is onvoorspelbaar. Sterven is niet het eind. Wat het bijzonder is, dit heb je in eigen beheer uitgebracht. Ja. Via crowdfunding. Ja. En
jouw hoofdpersoon is Roland Storm. Ja. Is dat parlementslid? Of, ja, precies. Ja, raadslid. En het is het bijzonder, dat is een figuur die zo overtuigd is van zijn gelijk, dat hij over lijken gaat. Hij is bereid om zijn leven te geven, simpelweg om een punt te maken. Ja. En dan dacht ik, nou, Roland Storm, Idifix, hij wil zijn doel bereiken. Sophia Drent, Idifix, jij wil het doel bereiken. Je gaat over... Niet over lijken. Nee, niet over lijken, nee. Lijken op hem? In die zin wel, ja. Ik ben even koppig. Ik hoop alleen dat ik uiteindelijk wat flexibeler ben. Dat wordt hij ook wel, omdat hij moet. Maar flexibeler, in welk opzicht bedoel je flexibeler? Nou ja, hij gaat echt letterlijk over lijken. Ja, maar dat is goed. Maar dat is een extreme variant natuurlijk. Ja, maar ook vrij onbuigzaam in wat hij wil bereiken. Ja. Totdat hij dus... het monster wordt, want die gemaakte pikken het niet, ontvoeren hem en maken hem een van hem. En dan is het van, ja, hoe ga je nou verder? Hoe kan hij zijn overtuiging nog overbrengen? Maar jij bent ook iemand, jij had een droom. Ja. En je werd wakker en dacht van, en nu moet bloedvet er komen. Ja. Nou ja. Of mensen nu ja of nee gillen, het moet er komen, dit is mijn doel op zich. Ja. Ja, ik ben ook de gebruikelijke weg gegaan. Terwijl ik zat te schrijven, heb ik heel erg... Uitgevers zitten zoeken? Uitgevers gezocht. Ik krijg vaak positieve reacties, maar wat ik schrijf is kennelijk te vreemd. Is het maar ligt dat door de fantasy genre? Kun je of Timmy hebben? Dat het net niet fantasy is, denk ik. Dat is denk ik... Het valt er niet te veel tussenin. Het is wel fantasy, maar nee, probeer het dus bij een spanningsfonds. Ja, nee, dit is veel te veel fantasy fonds. Probeer het bij lighting. Ja, daar kom ik net vandaan. Ja, precies. Had je er ook moeite mee in het begin om een uitgever te vinden? Nou ja, ik heb het manuscript eigenlijk echt afgekregen toen ik een wedstrijd tegenkwam van lighting, waar ik heel graag aan mee wilde doen. Daar heb ik toen ook de shortlist gehaald. En uiteindelijk kreeg ik inderdaad, degene die toen gewonnen heeft, is uitgegeven bij lighting. En uiteindelijk hoorde ik dan achteraf dat inderdaad de reden was dat ze daar toen voor gegaan waren, dat van mij eigenlijk net niet fantasy genoeg was. Ja, dus inderdaad, in die zin werkt dat wel tegen je. Ja. Dat het inderdaad niet in een hokje te plaatsen is. Maar... Ja, maar je hebt nog iemand gevonden uiteindelijk in de uitgeverij nog. Uitgeverij Mac. Ja. Ik was te koppig. En jij was te koppig. Maar ben je ook echt koppig? Nee, maar ik heb wel met Mac gepraat en maar... andere uitgevers, maar ik had zoiets van dan hou ik liever helemaal zelf de creatieve controle. Ja. En dat, wat dat betreft lijkt ik inderdaad op mijn hoofdpersoon. Maar waarin uitzicht dan die koppigheid dan? Van, ik moet! Of dat je met zo'n gezicht al binnen gaat? Nee. Ja, het is gewoon een drive. Kijk, als het altijd met dat schrijven. Ik had het een visie opgegeven. Niet weten of het ooit zo zou komen. Ja. En het is dus echt letterlijk, ik had een droom. Ik werd wakker, ik heb me, oh god, dit mag ik niet kwijtraken, dit mag ik niet, me aangekleed, ontbijtje half in mijn hoofd, computer gaan aan, schrijven, niet meer opgehouden tot het boek er was. En waar is nu, wat heb je gedroomd? Wat ik heb gedroomd? Ja, ik wist natuurlijk niet hoe hij toen heette, maar ik droomde dat ik Roland Storm was. En dat ik werd gemaakt. En dat was zo... Gemaakt door die vampiers? Gemaakt door die vampiers. En dat was zo, echt letterlijk, dat je het... aan hun lijven ondervindt. Zo voelde het in die droom. Bizar. En ik wist alleen maar van, ja, ze haten me. Ik weet niet waarom. Oké, ik ga schrijven. Ja, ik voel een beetje als een underdog wel gevoel. Of? Ja. Nou ja, underdog. Het is, ik hou ervan om hele heftige emoties te beschrijven. Oké. Om ook heel ver te gaan daarin. Met. En hoe ver ga je erin dan? Ver. En hoe ver is ver? Heel ver. Oké, volgende vraag. Volgende applaus. Maar in bloedwetten, daar heb je echt alle regels overboord gegooid. En, en alleen maar zeg maar dat vampierthema is erin, maar je hebt een heel nieuw saus gegooid. En ook een nieuwe legende eigenlijk heb je bedacht. Ja, dat doe ik sowieso vaak in het schrijven. Ik pak iets wat ik interessant vind, wat mij boeit. Ja. Op de een of andere manier boeien vampiers mij. Ik weet ook niet waarom, maar dat is kennelijk iets wat bij mij hoort. En dan, dat doe ik trouwens ook met de sieraden en de dingen die ik maak. Ik ga van iets uit en vervolgens ga ik eraan morrelen om te kijken van, hoe kan het anders? Om er echt iets voor mezelf van te maken. Dus hup uit het raam met zonlicht, hup uit het raam met kruisbeelden, hup uit het raam met knoflook. Want ja, wat moet je daar nou mee als wapens? Het is allemaal... Dus je hebt je eigen wereld gecreëerd, zeg maar. Ja. Maar is het, ik heb het over voorgesprek gehad, en in de zin van fantasy denk ik vaak aan de vorm van, ja,
escapisme, vluchtgedrag? Vind je deze wereld dan niet leuk genoeg? Moet je echt een andere wereld creëren? Sander, ik zie je gelijk. Over escapisme gesproken. Alcohol. Nou ja, want, ja, ik vraag me altijd af, wat is het verschil met andere boeken of films kijken of naar een toneelvoorstelling gaan? Dan kijk je ook naar levens die niet van jou zijn. Ja, maar dat is ook iets wat je zei net al dat ik ook academisch ermee bezig ben, maar dat is wel iets wat je daar ook heel vaak terug ziet. Dat fantasy gewoon eigenlijk nog steeds niet echt serieus wordt genomen. Precies. Zelfs iemand als Tolkien bijvoorbeeld niet. Ik had laatst deed een onderzoek naar oorlogsschrijvers en Tolkien wordt gewoon niet genoemd in een boek dat gaat over Britse schrijvers in de Eerste Wereldoorlog, terwijl hij daarin gevochten heeft. En aan dat soort dingen zie je al dat het gewoon niet wordt serieus genomen als inderdaad iets zeggend over onze wereld. Terwijl hij bekend is dat hij ook juist zijn oorlogstrauma daarin verwerkt. Dus het kan wel, maar het is op een hele andere manier. Maar hoe interessant is het dan dat Tolkien zelf in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten? Nou ja, ik denk van het is juist interessant om te kijken wat iemand op die manier mee doet. Wat Sophia ook wel zal herkennen, dat het juist een hele andere manier van naar de wereld kijken is. En dat jij zegt, het is, omdat het dan een andere wereld is, wordt er heel vaak heel snel gedacht van, ja, het is een andere wereld, dus het zegt niks over ons als mens. Maar ik denk juist dat het door die hele fantasie die erachter zit, veel meer zegt over ons als mens en over wat het met je kan doen. En ligt er voor mij ook echt aan in hoeverre je doorslaat in fantasy. Als je het hebt over echt alleen maar over trollenkabouters en heksen en op bezemstelen, ja, dan... Oh ja, dat kan ook leuk zijn hoor. Ik bedoel, ik verkoop en ik sta ook op fantasy fairs. En daar zie je wel eens mensen dat je denkt van, gaat dit niet een beetje ver? Maar ik heb zoiets van, ja, wat is het verschil met een avond naar de kroeg gaan en je lam zuipen? Maar als je het over escapisme hebt, dat is ook een vorm van escapisme. Ik zou je zeggen, stiekem, als ik in de sprookjesbos ben, word ik nog steeds blij hoor, in de sprookjesbos. Dan ben ik ook even in mijn eigen sprookjes. Echt waar, dat vind ik stiekem hartstikke leuk. Ja, dat gaat ook wel ergens om de verwondering. En waarom zouden we die kwijt moeten raken, omdat we volwassen zijn? Ik denk dat iedereen op een bepaald moment daar nog wel naar terug verlangt. Ja, dus het gaat wel een beetje van mij. Hoewel het gevoel met sprookjes was vroeger was toch al anders dan nu. En dat is een logisch gevoel volgens mij. Ik heb een vraag voor jullie alle drie. En ik begin bij jou, Sophia. Ik citeer uit een interview met jou. Naast dat je het werk niet moet onderschatten. Als je een goed product wil afleveren, moet je daar ook niet voor schamen om af en toe een hoer te zijn. Om je product te verkopen. Sander. Nou Bart, leuk dat je deze vraag stelt. Kijk, ja, poëzie is natuurlijk een vrij klein publiek. Het is een vrij sumier genre. En daarbij is het heel vaak niet bon ton om daar mee te koop lopen. Te lopen, dat je een dichtbundel hebt geschreven. Maar ik denk dat het ook heel gezond kan zijn om te proberen. Het is een beetje als een pedofiel op een kinderfeestje. Het is misplaatst om. Ik zie een soort van thema opkomen hier. Het is een beetje misplaatst om te gaan zeggen: nou, ik heb een dichtbundel geschreven. En het gaat daar en daar en daar over. Omdat je, als je een dichtbundel hebt geschreven, dan is het juist zo dat je. Dit zo'n geserreerde manier. Kijk, dan wordt het al gelijk heel. Hoogdravend, maar het is zo'n geserreerde manier waarmee je mentaal bezig bent. Misschien dat Bart Chabot daar zo meteen ook wat over kan zeggen. Dat je dat aan andere mensen wil overlaten, wat je wil zeggen. Ja, snap ik. Maar jij moet er met mijn punt is. Er zijn zoveel schrijvers, zoveel aanbod. Ja. Hoe ga je profileren? Door de mensen te vertellen waarom mensen poëzie moeten lezen. Ja. Omdat het de meest uitgekristalliseerde vorm van taal is. Als je zou zeggen, wat maakt onze identiteit, dan zou je zeggen, een van de pijlers daarvan is taal. En wat mij betreft is een van de meest ultieme vormen van taal, is poëzie. Bart, ben je het eens? Poëzie is de meest uitgekristalliseerde vorm van taal. Ja hoor, ik kan wel mee leven. Ja. Dankjewel Bart. Ja, graag. Ja. Dichtbundels zijn niet voor niks zo dun. Mensen zeggen als, ja, waarom zou ik 20 euro dokken voor zo'n dichtbundel van 60 pagina's? Omdat je me kan herlezen en herlezen en omdat er...
als je een goed dicht bundel leest, dan gaat er iets werken en dan gaat er een mechaniekje lopen en dan kan je de... Voor mij is een goede dichtbundel, ik lees graag dichtbundels. Ja. Er zijn maar weinig mensen die dichtbundels lezen, dat je de werkelijkheid op een andere manier kan zien. Ik heb het boek, of de bundel, met ontzettend veel plezier gelezen, maar met name ook herlezen. Het zijn 40 gedichten, zijn het. Waarin je eigenlijk, als ik het goed begrijp, de wereld om je heen probeert te begrijpen. Ja, het is een beetje... De wereld herinterpreteren. Ik ben eigenlijk een beetje begonnen met schrijven doordat ik fan van W.F. Hermans was. En toen ben ik Nederlands gaan studeren en naar Amsterdam verhuisd. Omdat ik dacht, nou, dat vind ik tof. Maar ik wist niet precies, ik kon mijn vinger niet opleggen wat ik er nou zo tof aan vond. En toen ik Nederlands studeerde, toen leerde ik een beetje dat wat dat nou was met Hermans, dat was eigenlijk dat de hele wereld uit... Dat een soort van chaotische werkelijkheid schuil gaat achter een schijnorde. Zo van de Matrix. Ja, dat je denkt van... Ja. Die mensen doen allemaal waar ze zin in hebben. Die denken allemaal dat ze goed doen. Maar ondertussen hebben ze helemaal geen enkele controle over de zaak. En zijn hogere machten die... Er zijn hogere machten. Er zijn machten buiten hun aan de gang... Waar ze geen controle over hebben. Iemand heeft... Waarschijnlijk heb je allemaal nooit meer slapen gelezen. En die hoofdpersoon, Alfred Isendorf, die kijkt de hele tijd verkeerd. Het begint al op de eerste pagina, dan de eerste zin, de portier was invalide. Daar ga je al. Weet je wel, dan heb je een portier, maar die is invalide. Wat moet je dan? Dus stel, ik wil inbreken en dan zit een portier. Dan denk ik, het is een portier, maar ja, die is invalide. Dus... Daar heb je eigenlijk niks aan. Niks ten nadele van mensen die invalide zijn verder, of blind of doof, of wat dan ook. Maar waar het om gaat is dat er altijd dat je veronderstelt dat je de werkelijkheid kunt kennen en in met je zintuigen kunt waarnemen en in taal kunt vatten. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Kijk, op dit moment beweeg ik mijn grote teen, maar dat zien we helemaal niet. Ja, en dan, dat heb ik een beetje geprobeerd in die dichtbundel... Stop. Wil jij een gedicht voorlezen? Nou, graag. Ja, graag. En dan wil ik aan je vragen het gedicht voor te lezen op de gang. Maar dat doet me een beetje denken ook aan mijn eigen basisschooltijd. Stop. Dankjewel. Op de gang. Voor eeuwig in groep 6 beland. Boven de hel van de ander... Maar onder de Greenpeace-poster, waar meestal het knokken begon. Klappen konden mij niet raken, maar rijmdwang kist je niet met Ritalin. Doe voor mij vooral geen moeite, ik had jullie grappen bij voorbaat al door. Dit spreken we af. Een steen is een steen omdat hij zo wordt genoemd. Het meeste is een fase. Uit de taal van de ander blijkt ongeveer hoe lang dat is. En dat moet je dadelijk nog een keer gaan herlezen als je thuis bent. Want dan denk je, oh ja. Want dus op de gang, het is een basisschool. Ja. En in hoeverre is je jeugd, heb je je jeugd als inspiratiebron gebruikt? Nou, ik heb in die zin inderdaad die Greenpeace poster waar het knokken begon. Ik heb ook een Greenpeace poster trouwens. Ja, nee. Ja, echt waar. Ik heb ook een Greenpeace. Van het schip. Ik had een zeehond erop. Oh, dat is grappig. Ja, maar daarom, dat is grappig, ja. Nee, goed, het is in die zin wel auto. Dit is volkomen autobiografisch ook hoor. Maar nee, er zitten natuurlijk wel dingen in die erin verwerkt vanuit je eigen. In dit gedicht zit vooral. Waarom staat er in één keer... Ik kan me voorstellen dat je denkt van... Een steen is een steen, dat die zo wordt genoemd. Dat is een beetje... Dat eigenlijk... Ja, je kan een steen noemen. Maar als hij op je hoofd landt... Dan is het? Dan is het echt een steen. Weet je wel? De betekenis van een steen, als jij leest... Dit is een steen. Dan denk je, oh ja, fuck, een steen. Maar als iemand een steen tegen je hoofd aan gooit... Dan is dat in één keer een heel andere steen. Oh, ik had heel alles geïnterpreteerd, dit stukje. Ja, ik zat op. Maar goed, ja, maar dat is het mooie van poëzie. Je kunt alles interpreteren. Kan ik veranderen? En wat ik ook zo mooi vond, is... Mijn vooral geen moeite, ik had jullie grappen al bij voorbaat door. Met andere woorden,
jij zit daar in die klas, in groep 6. En je voelt je eigenlijk anders dan de anderen, maar je kunt je niet goed uiten. Ja. Ja. Er was een periode dat je werd gepest. Dus dat je. Ben je veel gepest vroeger? Wel een groep 6, ja. Ja. Maar. Steef je daar dan toen ook al over? Mogen wij ook vragen stellen? Ja, juist. Ja, nou ja, ja. Toen ook al. Het is een heel lang proces. Nee, niet om er een grapje van te maken, maar dat is wel echt zo. Maar nee, het is meer zo dat je dingen. Gepest. Ja, ik weet het niet. Ik heb er zelf op dat moment nooit zo bij stilgestaan, maar als je dan terug en denk je wel van, oh ja, maar je bent wel opgewacht en weet je dat de klas leeg was. Dat lijkt me traumatisch, Sander. Dat lijkt me traumatisch. Ja, ik ben wel een keer opgespoten in het toilet. Dit is wel zo. Oh, nee, nu komt het uit. Het komt nu best boven. Ik krijg het weer van die dromen vannacht. Ik moet weer een boel schrijven. Ja, precies. Jullie gaan maar zeggen, oké. Volgende man. Sander, ik wil je nog één gedicht laten voorlezen. Want, en het is jouw kijk op de huidige generatie. Of, het heet Geen Gezicht. Oh ja. Wil je dat doen nog één gezicht? Ja. Kijk op de huidige generatie. Ja. Interessant hoe jij tegenaan kijkt, Sander. Dat is een. Oké. Geen gezicht. Wij zeggen: laat je baard staan. Bij generatie kloof. We zijn met de meesten, we komen nooit samen, maar blenden onszelf tot een evenbeeld. We maken evenementen aan alsof het hormonen zijn. Hijgen in de eigen nek die ongevraagd tattoos vertoont. Waardeer onze status, betaal onze naam, bevestig de resten van ons nauwelijks bestaan. De vraag is, Sander, waarom de gedichten over wij, generatie kloof, mensen met laten baard staan, de hipsters, een beetje aanklacht tegen de hipsters? Aanklacht is een groot woord, maar het is wel zo dat het een ontstaan is uit ergernis over mensen die allemaal denken dat ze heel erg uniek zijn en dat ze iets heel bijzonders hebben en dat ze allemaal denken, maar wat ik doe is heel autonoom en tegelijkertijd luisteren ze helemaal niet naar iemand anders die ook zegt, ja, maar wat ik doe is echt heel uniek. Het is heel autonoom. En daarnaast is hun vriend die zegt, ja, maar wat ik doe is echt heel uniek en heel autonoom. Want ja, ik heb een baard. en geen gezicht is en gewoon. En een tattoo. Het spijt me wel, maar ik vind iemand met een hele lange baard gewoon echt seksueel gezien helemaal niet aantrekkelijk. Hoe narcistisch moet je zijn als schrijver? Nou ja, ik denk dat je wel, als je denkt dat de rest van de wereld zit te wachten op hetgeen wat jij hebt geschreven, dat je daarvoor sowieso überhaupt een enige vorm van ijdelheid moet hebben. Ik werk zelf bij een uitgeverij, die overigens geen poëzie uitgeeft. Het heeft helemaal niets met elkaar te maken. Maar, Nieuw Amsterdam? Ja, ik word uitgegeven bij Nieuw Amsterdam, maar ik werk bij Unibook Spectrum, die heel veel. Ik heb wel veel te maken met mensen die ervan overtuigd zijn dat ze heel erg goed zijn. En ook is het opvallend natuurlijk dat vaak schrijvers vaak gevraagd wordt van dat ze iets hebben, dat ze een historische roman hebben geschreven die zich afspeelt tussen 1750 en 1823. Als eerste vraag krijgen, is het autobiografisch? en dat ze dan ook vaak antwoorden, nou, nee, het is niet autobiografisch, maar ik heb wel heel veel van mezelf gezien. dat je dus denkt van, ja. Maar ben jij een narcist? Ik ben een volkomen narcist. Ja? Ja. Eerlijk, ja, dat is een eerlijk antwoord. Ja, ik heb mezelf geschoren, notabene, om hier naartoe te gaan. Sophia, ben jij een narcist? Ik moet zeggen dat, nou ja, wat net in het gedicht, ik vind Facebook likes, ja, dan zit ik me ook af te vragen van waarom is dat lekker? Ja, om die te krijgen. Aandacht. Waarom is die aandacht fijn? Ja, waarom is die aandacht fijn, Sophia? Ja, maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld iets als naar die pitch kijken en naar mijn eigen crowdfunding filmpje, dat vind ik dus echt de ultieme gruwel. Maar het is heel moeilijk om achter je werk te staan. En dat gevoel te kunnen overbrengen zonder dat mensen denken van, oh, die is over het paard gedeeld, die vindt zichzelf fantastisch. Dat is, ik heb zoiets van, ik durf te zeggen dat ik mijn werk goed vind, want anders zou ik het niet uitgeven. Tim, ben jij een narcist?
Ik denk dat ik er heel erg heen en weer schommel. De ene keer denk je inderdaad van, oh mijn god, de hele wereld moet dit lezen, want het is fucking geniaal. En het volgende moment denk je van, oké, maar die zin is eigenlijk niet goed en die alinea moet anders. Dus bij mij is dat eigenlijk zo'n constante heen en weer beweging van, ik ben echt, ja nee, gewoon, dit is fucking geniaal wat ik nu heb geschreven. En nee, het is echt het daglicht niet waardig. Ja, ja. Zo'n constante heen en weer beweging. Een beetje schizofreen eigenlijk misschien wel. Ja. We zitten tenslotte op de bank met z'n drieën. Ja. Tim, we gaan bij jou eindigen. Tim, jij hebt het Lucifer dilemma. Ja. En het is een The Brown meets Supernatural. Dat schept verwachting. Wat gebeurt allemaal? Hoe kun je in het kort vertellen het plot waar het boek over gaat? Nou ja, Dan Brown komt eigenlijk bij het concept vandaan dat ik heel veel uit de Bijbel heb. Het begon als een heel erg Bijbel geïnspireerd boek. In die zin dat ik de Bijbel helemaal omgooi en dat eigenlijk Judas het grote savior personage wordt in plaats van Jezus. Dat heb ik iets naar beneden bij moeten stellen, want het kon nogal voor verkeerde reacties zorgen voor bij een debutant, kreeg ik te horen. Dus ik heb het iets naar beneden bijgesteld. Dus dat werd toen Lucifer. En eigenlijk vind ik het daar achteraf, want ik heb daar toen wel dus heel erg over getwijfeld. Dat was een van die concessies die ik moest doen, van wil ik dat? Maar uiteindelijk, na heel veel gesprekken daarover, dacht ik van oké, met Lucifer wordt het ook wel iets toegankelijker. En Lucifer staat hierin dus symbool voor die dualiteit in de mens. Wat ik ook in mijn pitch toen zei, van dat iedereen die voelt wel, je hebt altijd, de meeste van ons hebben de neiging om een rationeel denkend mens te zijn die altijd het goede doet en de juiste keuzes maakt. Of in elk geval de neiging om dat te doen, of de wens om altijd het goede te kiezen. Maar af en toe is een iets minder perfecte keuze maken toch ook wel leuk of verleidelijk. Of dat je dan, en dat heeft iedereen in min of meerdere mate, denk ik. En het hoofdpersonage, Oscar, dat wordt het Lucifer op aarde personage. Dus hij krijgt te horen dat hij door Lucifer is uitverkoren om zijn aardse representant te worden. Waarmee hij dus dat dilemma echt in hele vergaande mate inschrijft tot duivelse proporties. En dan wordt hij dus voorgesteld, moet ik nou dan blind dat pad volgen omdat dat nou eenmaal mijn lot is? Of heb ik desondanks toch de keuze om het goede te blijven doen? En dat is dus het Lucifer dilemma. Maar het Lucifer dilemma is dus ook een heel menselijk dilemma, denk ik. De innerlijke strijd die ook. Ja, ja, precies. Ja. En, maar het boek is ook, er zitten ook heel veel religieuze elementen in. Over Judas, over Lucifer, et cetera. Mm-hmm. Hoe religieus ben je zelf eigenlijk? Totaal niet, eigenlijk. Niet? Nee. Ook niet zo opgevoed? Nee, ik ben in die zin heel erg New Age'ig opgevoed, of hoe je dat wil noemen. Gewoon als in, er is iets, maar we weten eigenlijk niet precies wat en vul het zelf maar in. Ga je de Bijbel lezen? Of, Nou ja, het begon als een verzameling losse verhalen waarmee ik dus, voor mij was schrijven en vooral een manier om te denken van, om dat na te denken over wat is er dan misschien meer tussen hemel en aarde. En om daar een beetje mee te experimenteren. En toen had ik op een gegeven moment een paar losse verhalen die qua thematiek goed bij elkaar pasten. En toen had ik opeens van, oké, dan ga ik daarmee verder onder de werktitel Het Evangelie volgens Judas. En toen ging ik daar dus in dat research naar doen en dat bleek te bestaan. Ja. Dat bleek gewoon een enigszins weggemoffeld alternatief op de bestaande evangelieën te zijn. Dus dat ben ik toen gaan lezen en daar ben ik toen mee verder gegaan. En toen heb ik dus Judas als het aanvankelijke cirkelpersonage gekozen. Wat dus nu Lucifer is. Dat is cirkelpersonage? Ja, het personage waar alles een beetje omheen draaide en op uit moest komen. Ja, dat schoot me niet opeens zo te binnen. Nee, dat ik dat altijd als het personage heb. Maar. En die fascinatie voor duister en kwaad, waar die fascinatie, want dat is iets wat constant speelt ook de mens, dat goede en het kwaad, zeg maar, de yin en de yang idee. Mm-hmm. Wat is daar die fascinatie mee? Met dat, Nou ja, ik vond het heel. In eerste instantie zat ik er dus heel erg over na te denken van als je de Bijbel leest, want ik ben dan niet religieus opgevoed, maar ik heb wel colleges gevolgd bij mijn studie ook, waarmee ik hele grote stukken van de Bijbel moest lezen. En er zijn best wel delen die je heel erg dubbelzinnig kan opvatten. Dat eigenlijk Judas precies heeft gedaan wat Jezus van hem verlangde om hem aan dat kruis te krijgen. En daar ben ik toen dus een beetje mee gaan spelen. En dat vond ik heel interessant. Dat wat aan de ene kant als het ultieme kwaad wordt gezien, als je het vanuit een andere kant belicht, eigenlijk de grote redding van de mensheid dan is geweest. Wat nu allemaal aan Jezus werd toe. Dus eigenlijk hebben we alles aan Judas te danken, eigenlijk. Nou ja, meer juist het, de wisselwerking, ja, ja, zeg maar. En dat vond ik juist een heel interessant gegeven. Dat juist wat ook door de eeuwen heen als het ultieme kwaad is gezien, in een ander daglicht misschien juist wel goed is geweest. En dat er altijd twee kanten van een verhaal zijn. En dat niet iedereen 100% slecht of 100% goed is. Dat altijd. Ben je ooit een keer wel in de verleiding gekomen om echt
toe te geven aan die duivelse machten in je lijf. Heb je het zelf een keer gehad? Dat je denkt van, als ik de kans had, maar ik doe het niet. Als ik de kans had, ik had hem afgemaakt. Of ik had, misschien een extreem, maar dat is een van de zomer. Maar dat je oer. Nee, ik ben in mijn hele leven denk ik één keer bijna in een kroeggevecht terechtgekomen. En toen had ik ook wel zoiets van, volgens mij zit het niet eens in me. Waarom was je nou nog? Nee, Sander, ik geef ze wel vragen of jij het ook hebt gehad, Sander. Dat was echt een hele irritante vent ook namelijk. Maar toen had ik nog steeds wel zoiets van, nee, maar volgens mij doe ik dat niet. Nee, dus toen, ik heb wel heel erg die wel heel ver weggestopt bij mijzelf. De motto in je boek, dus je moet hier dus in jezelf accepteren. De vraag is, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat was dus een van die dingen die ik tegenkwam bij dat research doen. Dat dus Hans Tolp, een gewezen pastoor, een heel boek heeft geschreven, Pro Judas. Wat ik heel erg interessant vond. Die meneer is daarna ook ontzettend van de kerk weggestoten. En niemand van de kerk wilde nog wat met hem te maken hebben. Maar hij kijkt dus heel erg vanuit een wat meer New Age insteek ook naar inderdaad het hele, naar zijn kerk geloof. Hij moet nog steeds wel geloven. En daar komt inderdaad het citaat vandaan. En ik denk dat zijn punt daarmee is dat inderdaad dus iedereen dat wel in zich heeft. En je kan heel erg proberen het te onderdrukken. En het weg te duwen. Alleen door te accepteren dat je dat deel in je hebt. En daar een evenwicht in te vinden. Dat de weg naar heelwording is. En dat is het punt van zijn boek, denk ik. Met andere, ja, Sam? Mag ik een vraag stellen? Tuurlijk. Kijk die manier niet op een literaire manier naar. Dus op een afstandelijke manier dan, naar Bijbelse teksten. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. Dat doe ik namelijk ook graag. Ja, hij neemt er wel een stap vandaan. Hij komt dus uit die gemeenschap wel. En neemt er dan inderdaad een stap vandaan, omdat hij het er eigenlijk niet helemaal mee eens is hoe het wordt uitgedragen. Ja. En hij heeft gewoon zijn hele eigen visie daarop. En hij heeft dus inderdaad ook dat geschreven over dat Judas niet per se de verpersoonlijking van duisternis is, maar ook gewoon een deel van de mensheid en wel een uitvergroting daarvan. Maar dat het wel iets is wat je niet weg kan moffelen, zeg maar. Dus ze zeggen toch ook dat zonder Judas Jezus niet Jezus was geworden? Precies. Dat dus is dat, hij, dat zijn rol cruciaal was. Zonder hem was hij niet aan het kruis gekomen, in principe. Ja. Laatste vraag voor alle drie. En dan kunnen misschien nog mensen nog in de zaal nog vragen stellen als jullie vragen mogen stellen of willen stellen. Plannen voor de toekomst. Als wij elkaar over een jaar weer zien, misschien hier, misschien ergens anders. Waar hoop je dan te staan? Wat hoop je te hebben bereikt nu in een jaar? Een jaar is te overbruggen. 10 jaar is te ver weg. Een jaar kun je overzien. Tim, we gaan met jou beginnen. Over een jaar. Wat hoop je? Mijn tweede manuscript dan uit, hoop ik. Die heb ik intussen, omdat ik zo lang met mijn eerste heb geleurd, is mijn tweede nu af. Dus daar ga ik binnenkort mee leuren. Hebben de uitgever nu? Heb je nu iemand op het oog van een nieuwe uitgever? Ik heb hier en daar wel wat. Maar ja, goed, het is weer hetzelfde als Sofie net ook al zei. Dan krijg je weer van, ja, nee, het is al goed, maar het past net niet. En dus daar ga ik nu weer lekker opnieuw aan beginnen. Heel veel zin in. maar dat is ook wel wat anders. Daar heb ik juist wat meer richting de young adult gehouden. Omdat dat, denk ik, nu een wat grotere markt is. En iets meer onder te brengen in bepaalde fondsen. Dus daarin hoop ik dan daarmee volgende stappen te zetten. Dus wat dat betreft, over een jaar weer, dan ligt er een tweede boek daar, wat mij betreft. Heel goed. Ja. Spannend. Ja. Ik hou er aan, Tim. Tweede boek, over een jaar. Ja. Sander, over een jaar. Over een jaar ligt mijn eerste kinderboek in de handel. Echt waar, een kinderboek? Ja, het heet, ik ga nog niet zeggen hoe het heet, maar het is Sander gewoon een goed idee. Ik ga verklappen. Oh, leuk. Ja, zal ik het verklappen? Ja. Ja, tuurlijk. Ja, goed, je hebt dus een onaangepaste familie uit Amsterdam-Noord. Iedereen kent de Tokkies. En dit worden de Takkies. Het zijn onaangepaste familie wandelende takken. Dus dat. Heel goed. Oké, is wel leuk. Sophie, over een jaar. Bloedwetten 2. Echt waar? Tweede boek? Tweede boek. Ik ben bijna bij de 100.000 woorden. Dus dat gaat lekker. Je hebt lekker gewoon schrijven. En heb je weer crowdfunding? Nee, echt nee. Ik hoorde mensen al, daar heb je haar weer. Daar waag ik me niet aan. Maar wellicht weer een boektrailer ervoor. Ik heb net een mooi aanbod gehad. Dus bij deze, ik ben weer op zoek naar een roodharige hoofdpersoon. En heeft iemand een landhuis of een mooi grachtenpand, dan zou ik daar graag filmen. Dit is een mooi grachtenpand. Ja. Spannend, dus Bloedwetten 2. Ja, en zeer waarschijnlijk ook een paar prequels. Dus korte verhalen over bijpersonen.
uit bloedwetten over hoe zij ooit gemaakt zijn en wat hun reden was om die extreme stap te nemen. Heel goed. Eerst een applaus voor deze drie prachtige zinnen. De ringrijders rijden en ze rijden in het galop. De ringrijders rijden en ze rijden in het galop.